Goedemorgen! Of eigenlijk helemaal geen goedemorgen. Want we werden vanochtend wakker en Jasmine bleef bij mij slapen. Alleen ze werd een beetje ziek wakker, dus nu ligt ze heel zielig op de bank. En ze voelt zich helemaal niet goed. Oh, arme Jess. Ja, wat moet ik doen? Moet ik knuffelen? Ja. Oh, een hele pot ondergescheten. Niet! Oh, nee, dat is niet waar. Nee, je bent niet op die manier ziek. Nee. Nou, dat is fijn. Dat is ook fijn voor mij. Maar wil je wat hebben? Wil je fruit? Wil je wat hebben? Wil je fruit of zo? Nee, dat heb ik al zelf gedaan. Oh, dit prutje. Ja. Want jij doet het niet voor mij. Wat doet het niet? Ik vroeg net nog, wat wil je hebben? Wat, moet ik ontbijt maken? Moet ik iets van fruit maken of zo? Zeg je, nee, ik doe niks. Ik wil alleen wat drinken. Nou, dat heb ik dan gepakt. Ik liep eventjes weg. 2 seconden en ik hoorde je alweer bezig. Heb je dit gemaakt? Ja, doe maar proeven. Is dit net uit je lichaam gekomen of heb je dit gemaakt? Ik heb het thuis gemaakt. Super lekker. Gebakken appel met banaan en rozijntjes en muesli. Dan gaan we dat eens even proeven. Oh. Ja. Super lekker. Ik denk dat het heel lekker is op een pannenkoek. Ja. En weet je wat ik niet in huis heb? Pannenkoeken! Oké, ik ga zo wel pannenkoek halen. Is dat goed voedsel als je ziek bent? Nee. Ik heb beloofd om elke dag een video online te zetten deze week. En ik heb dat helemaal totaal niet doordacht. Dus ik moet nu echt... Ik zit eigenlijk best wel in de problemen om dat elke dag weer een nieuwe video af te hebben. Dus ik moet heel hard werken. Dus ik ga mijn kantoortje in. Nee. Ik heb mezelf echt een beetje de nesten gewerkt door elke dag een upload te beloven. Want ik heb dat gewoon nog helemaal niet af. Ik heb niet vooruit gewerkt of zo. Ik moet dus nu gewoon door alles heen nog elke dag zo'n video gaan editen. En nu heb ik degene van de zeepkistrace gemaakt. Die is dus, ik denk gisteren of eergisteren online gekomen. Ik weet niet precies wanneer ik dit online ga plaatsen. Beetje chaos. Zeepkistrace heb ik een tijd geleden al gedaan. Dat is al maanden geleden. Ik vond het wel echt een van de vetste dingen ooit misschien wel. Het was zo tof om daar aan mee te doen. Dus kijk ook zeker die video als je het nog niet gedaan hebt. Want hij is nu af. En ik ga hem nu online zetten. Met die video is het helemaal goed gekomen en ik had een beetje haast, dat zei ik al. Ik moest namelijk naar Tenue de Nîmes en hier, dat is een kledingwinkel, hier ben ik eerder geweest voor opnames van Concentrate. Maar nu ga ik er heel iets anders doen, iets veel belangrijkers. En dat heeft iets te maken met deze frietjes die op de grond liggen. Dat is gek, hè? Hier liggen allemaal mensen op de grond. Nou, als je heel slim bent, dan weet je misschien al waar ik hiervoor ben. Het is voor de Hartstichting en ik ga leren om iemand te reanimeren. Je hebt daar allerlei apparaten voor. Het heet een AED-cursus. Nee, ik ga dus zo meteen die gasten reanimeren. En er zijn meer mensen die meedoen. Allemaal vlogcamera's bij elkaar. Hallo. Ja. Hallo. Mag ik jou dan redden? Ja, is goed. Wel met mond en mondbaan. Ja, ik kan niet garanderen dat je gaat leven. Oh, je gaat me gewoon dood laten gaan dan? Als je mijn mond en mondbeademing doet. Ja. 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 Staat op camera. Oké. Okay. Heb ik mijn verhaal gedaan? Gaat de achtergrond muziek uit. Nu kun je me verstaan. Nou ja, je hebt het wel begrepen, denk ik. Het is tijd om het nu echt te gaan doen. Dit is ons proefpersoon Kees. En het is moeilijk. We hebben net al even geoefend. Het is echt lastig. Je moet echt verschillende stappen doorlopen. Niemand hier deed in één keer goed. Eerst, hoe moet je reanimeren? Je moet eerst dus zeker zijn dat het om een hartstilstand gaat. Door eerst te kijken. Hey, gaat het? Als iemand daar niet op reageert, dan weet je, er is iets mis. Dan moet je 112 bellen en vertellen wat er aan de hand is. En dan moet je gaan luisteren naar de ademhaling. Hoofd optillen en dan te luisteren. Je moet 10 seconden, dus best wel lang, hoort de ademhaling. En als je dat niet hoort, dan is het fout cool. Handen op elkaar, handen op de borst en dan drukken. En dit is dus best wel zwaar. En je moet ook het tempo goed in de gaten houden. Maar je ziet gewoon, die borst is 6 centimeter naar binnen. Nou, probeer maar eens, als je nu zit te kijken, probeer maar eens bij jezelf te doen. Dat gaat normaal niet. Mensen breken ook wel eens ribben hierbij. En dit moet 30 keer. Ik heb even niet geteld nu. Maar als ik je 30 heb gehad... Was dan... geen 30 hoor. Dat was geen 30? Nou ja, dan moet, moet je het hoofd omhoog doen, neus dichtknijpen en blazen. Op deze manier ben je dus iemands leven aan het rekken eigenlijk. Uiteindelijk moet de ambulance komen en die wekt hem weer echt tot leven. Dit is zoveel zwaarder dan je zou denken dan dat het is. En als je dit een paar minuten moet doen ben je gewoon echt kapot. Maar ja, het is het waard natuurlijk. Hij is er heel blij mee. Ja, hij heeft het gehaald toch? Belangrijk om erbij te weten, dat moet je in het goede tempo doen, dat duwen. En dat gaat op het liedje Stayin' Alive. Dat kennen we allemaal wel. Voor wie het niet kent, zingen we hem nu even voor met z'n allen. 2, 1 en ha 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 ha, Stayin' Alive, Stayin' Alive, ha.
Ja, we lachen er nu om. Het moet natuurlijk ook een beetje leuk zijn. Maar het is wel een serieuze business. Dat is dus het liedje wat je in je hoofd moet afspelen als je dit aan het doen bent. En dat had ik ook de hele tijd in mijn hoofd. Het is misschien ook handig als je met z'n tweeën bent dat gewoon één van de twee dat zingt. De energie erin te houden. Eentje moet zingen en die andere moet pompen. Ja, dus we gaan het zingen aan jou. Nou, nee, nu mag jij een keer zingen. Oké. Stenen lijf, stenen lijf. Stem als ik. Ja, nee, dat is niet goed hoor. Het liedje gaat zo hoog, toch? We hebben hem door in ieder geval. Nu is het tijd om ook de AED erbij te halen, de defibrillator. En die gaat ook echt het hart weer op gang helpen. Gaan wij die ook gebruiken? Ja, die gaan we erop gooien. Dat is met die zapstel. Jack! Dan krijgt iemand een schok. Die gaan we op jou proberen. Oké, top. Ik ben in. Ik ga nu voor het eerst een AED gebruiken. Ik heb het nog nooit gedaan. Het schijnt dus niet zo moeilijk te zijn. Het is alleen zo dat kleine kinderen er heel goed in zijn en ouderen niet, omdat ze niet luisteren. Nou, dan moet je net mij hebben. Begin met het ontbloten van de borst van de patiënt. Indien nodig, verwijder de bovenkleding. Okay. Plaats de elektroden precies zoals afgebeeld. De elektrode van het gele schutblad. Plaats de elektroden... Oh, ik loop voor op dit. Niemand mag de patiënt aanraken. Nou komt de schok. Analyse bevolen. Patiënt niet aanraken. Druk nu op de knipperende oranje toets. Niet. Schok toegediend. Schok. Controleer of de hulpdiensten gewaarschuwd zijn. Kom jullie. Veilig om de patiënt aan te raken. Goed gedaan. Is gelukt. Ja, Kees maakt het weer goed. Gelukkig. We hebben de cursus gehad. Hoe ja, hebben we het super gedaan? Super tof. Ik denk dat we echt een goed team waren. Ja, dat toch? We echt veel levens hebben gered. We hebben zoveel levens gered. Echt. Al die poppen hebben het overleefd. Echt om blij van te worden. Yes. Eigenlijk zouden ze dit op iedere school gewoon moeten toepassen. Dat iedereen dit gewoon kan. Het is echt super belangrijk. En eigenlijk... Je weet het zo. Ja, op school leer je natuurlijk allemaal super niet interessante dingen over de geschiedenis. En wiskunde is allemaal echt onmogelijk moeilijk. Maar je leert niet gewoon hoe je een leven redt op straat. En dat leer je hiermee wel. Dus ik vind het wel tof dat we dit gedaan hebben. Het zijn maar 6 stappen. Heb je zo onderzoek. Als je zo'n cursus wilt doen, dat kan natuurlijk ook. De AED-cursus kun je gewoon googlen. En wat nog misschien wel makkelijker is om te doen, is dat jij ook kan helpen. Het gaat hier om de Hartstichting. En wij hebben nu meegemaakt hoe belangrijk het is. Want het gebeurt gewoon op straat. Mensen krijgen... hard aanvallen en je kan mensen zo makkelijk helpen en daar is ook weer geld voor nodig. En samen willen we eigenlijk heel veel collectanten werven en dat kun je heel makkelijk doen via een tikkie. Ja, je kan heel makkelijk dus via een tikkie betalen en wat we nu willen is dat jij je gaat aanmelden als collectant. Dus als jij dan even op dit linkje klikt, dan kan jij je aanmelden als collectant. Mensen kunnen dan bij jou betalen met een tikkie, super simpel. En dan kunnen we met z'n allen er wat aan doen en levens redden. Dus dat, hoe belangrijk is dat? Vroeger was het collecteren langs de deuren en allemaal moeilijk. Nu is het gewoon even, je moet je aanmelden als collectant. Je kan in je WhatsApp in één keer een groepsbericht eruit gooien met dat linkje. En dan krijgt de Hartstichting het geld binnen. Dus het is ook heel makkelijk. Je hoeft niet eens meer langs de deuren. Mag wel, maar het kan ook gewoon op deze manier. Dus klik even op die link. Check het even. Het is super simpel. Kunnen we, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar het gaat echt om levens. Echt belangrijk. Joe is nog vrijgezel. Dus degene die het meeste geld ophaalt, ja, die krijgt een date. Ja, klopt. Echt? Hebben die erop staan, ja? Oh, nou, dat is beloofd dan. Ja, meet and greet date. Een meet and greet date met jou. Ja. Top! Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, maar... Nou, ik ga me ook aanmelden. Ja? Super. En ik ben weer thuis. Nou tref ik hier thuis toch wat aan. Oh. Ja, ze is nog steeds een beetje ziekig en ik ben de hele dag alleen maar druk geweest. Ik heb helemaal niet voor je kunnen zorgen. Ja, stom. Ja. Ik ben wel bij seizoen 2, aflevering 8. Van The Good Place. Ik heb gewoon de hele dag dit zitten kijken. Komt er niet je neus uit? Nee, ik vind het super leuk. Oké, okay, ja, nou, dan moet ik even inhalen op een of andere manier. Ik heb net bedacht. Ja? Ik heb nog geen avond gegeten. Dat is er een beetje bij ingeschoten. Hebben we nog iets? Gehaktballen. Hebben we nog 2 van mijn beroemde gehaktballen? 2 van je gehaktballetjes. Oh, in je broek. Oh, die balletjes, die ga ik niet bakken. Nee. Ik ga eens kijken of ik gehaktballen heb. Gehaktballen. Ja, nog 2 gehaktballen. Verder heb ik sap, cola en ijsthee, wijn en saus. Goed gevulde koelkast heb ik. Het is 11:15, dus het is een goede tijd om avond te eten. Ik bedenk me nu, ik had het ook op een broodje kunnen doen, maar daar heb ik nu geen zin meer in. Dit wordt mijn avondeten voor vandaag. En zoals je ziet, het is 11:50, dus ik vind het ook een goede afsluiten van de dag. Mama, ik wil een ijs. Dan moet je wel de vlog afsluiten. Allemaal abonneren en liken.
op deze aardappelhoofd. Deze. Jij weet dat je zelf nu in beeld bent, hè? Ja. Oké, doei. Ja, doei.